Welkom bij de klassiek balletles voor kinderen van 9 jaar en ouder. We gaan lekker beginnen met balletbar. Jullie kennen de les. En op het einde komt er een stuk naar de dans aan. Veel oefenplezier deze week. Sta in de eerste positie, centrum in. Schouders laag. Laat je voet via de grond. Duw hem af. Attitude voor achter. Schouders laag, lange nek. Denk aan de balletvingers, connectie tussen duim en middelvinger. Draai om voor de andere kant.
niet je knieën buigen bij je tandu. Blijf lang het centrum in, anders ga je knieën wel buigen. Strek je benen mooi door aan de tenen. We beginnen met gestrekte tenen. En schouders laag. Flex is omhoog en strek is naar beneden. Flex omhoog en strek naar beneden. Arm omhoog. Hou vast. Hou vast van die buikspieren aan. Niet iedereen. Hou lang. En nog een keer. Flex omhoog en strek is naar beneden. Flex omhoog en strek is naar beneden, armen op, omhoog, hou vast, hou vast, hou vast. Goed zo, dan gaan we nu de moeilijke versie met flex, draai uit, strek parallel. En dan komt ie, flex, draai uit, strek parallel, flex, draai uit, strek parallel. Strek je tenen, schouders laag, komt ie. Centrum een beetje in. En koepjes enkel, roet je race knie. Even op mee strekken, langzaam terug. Thank you.
develop-bij opzij, strek je knie goed door, maar laat hem niet op de grond vallen. Dus we hebben nu de floorbarré gedaan en we gaan weer staand verder. Belangrijk is dan dat we nu beginnen met die ronde jammeren en dan hadden we dat nieuwe stukje in. Dus die herhaal ik even, die was voor coulepied en dan hadden we het erover gehad, kramp, dat je je knie goed opzij moet doen, je tegel door moet strekken en je hak dan niet je been mag raken. Voor en dan achter en nu alleen je hak goed uitdraaien, sluit. Twee keer coup de pied, voor, door naar achter. Twee keer coup de pied, achter, door naar zij. Coup de pied voor, zij. Coup de pied achter, overheen, andere kant. Na de ronde chambre gaan we gelijk door. Laat ik de muziek aanstaan in het filmpje ook voor de volgende oefeningen. Ik vertel dan welke er komt, maar ik denk dat jullie het ook wel weten. Succes! Thank you.
Zorg dat je genoeg ruimte hebt. Niet de batten, potten en pannen van je moeder van afschopt. Yeah.
achterste tegen de knie. Dus daarom, want die hadden we volgens mij net al. Benen wijd. Centrum in. Je doet hem op je rechterbeen elke keer de piqué. Je loopt gewoon terug, zoals we hem in de les ook doen. Thank you.
Sta klaar in de eerste positie. Handen laag, mooi rond, brabant. Denk aan je balletvingers. Thank you.
niet begrijpt, neem dan de les van vorige week even door. Daar ga ik dieper in op het laatste stukje. Dat ga ik deze week niet meer doen. Pak dan gewoon het filmpje van vorige week erbij. Rechts voor, padusha. 1, 2, 3, 4. Stap. Open. En stap. Open. En. Ja? 5, 6, 7. En ram. Pam, param, pam, pam, pam. Piram, pam, pam. Dan. Dat is wat we de vorige week bij hebben geleerd. Wel een keertje in de les hebben gehad, maar ik denk een beetje weg is gezakt. Dan. Krijg hem. Hier. Daar. Dan. Rechterbeen gepoint voor. En je krijgt chené. Een chené is een draai op je relevé in de eerste positie. Je krijgt ram. Pam. Je armen zijn. 1. Sluit aan. Hij is op een piek in chené. Ram. Pam. Die. Rechterarm, linkerbeen. Lang. Linkerarm, rechterbeen laag. 5. 6. 7. En draai. Op. Rechts. En links. En. Alleen dit stukje even op muziek vanaf de padusha. Onder de noemers staan. Isa is staan. Daniek staat. Linde staat. En Elle staat. Degenen die zitten zijn Elise zit. Amy zit. Mijntje zit. En Lise die zit. Ik zeg, leg zo uit wat het inhoudt. Bij wijen staan Marten, Sarah, Jillia, Nienke, Jaylin en Rosalyn. En zitten doen Amelie, Lise, Lieke, Jinte en Katie. Ja? Dus je hebt nu van mij te horen gekregen of je staat of zit. En wat houdt dat in? Nou, we hebben dus dat stukje gehad. En dan als laatste met die. De staande mensen. Je weet zelf of je staat of niet. Gaan. Ja, die kant. Moet even nadenken. Trippel, maar je gaat niet heel ver. Niet zo ver als de eerste keer. Het is een stukje herhaling. Je gaat naar achter met die, maar dat de zittende mensen. Dat zeg ik dus helemaal niet goed. De staande mensen blijven staan. Sorry, lekker onduidelijk. De staande mensen blijven staan. De zittende mensen gaan op hun plek trippelen. Zittende mensen. Rechter knie neer. Linker knie omhoog. Voor. Achter. Rond. Voor. Tot daar. Dus dit kennen we. Het is namelijk een stukje herhaling van de muziek daarvoor. En dan doen hier mensen, dat gaat het hele clubje naar achter. Maar om de positie niet uit elkaar te trekken, is het de bedoeling dat je dit nu op je plek doet te trippelen. Dus zitten de mensen. En daar bedoelen we mee de mensen die naar één knie gaan. Die zitten dus op één knie. Die doen dit. 1,
En dan rechterknie naar de grond. 1, 2, 3, 4, achter en voor. Zittende mensen. De staande mensen doen hun linkerbeen naar voor. Linkerarm. Arm naar achter. Rechterarm. Buig je rechterarm. Trippel een rondje. Dat is tegelijk. Dus de zittende mensen doen op de plek. Knie voor, achter, rond, naar voren. De staande mensen doen linkerbeen, linkerarm naar achter, rechts naar voren. Trippel, rond. We gaan het op muziek proberen. Ik doe eerst met de staande mensen mee. Komt-ie. Staan zitten. Je weet of je staat of dat je zit. Als je staat, dan ga je hierna op je knieën zitten. Maar je hoort wel onder de noemer staan. De mensen die dit hebben gedaan, krijgen spring en draai en haak en lange mooie lijn. Ja. De mensen die deze hebben gedaan, die vraag rond. Zit. Maken hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan gaan ze ook staan. Dan krijgen we een stukje wat we al kennen, dus dat plak ik er even achteraan. Rechts, been, draai en slik. Assemblee. Helemaal op muziek. Zijn we er klaar voor? We gaan hem eventjes één keer helemaal vanaf het begin doen.
les voor deze week. Oefen er goed. Het lukt ons niet helemaal om hem volgende week af te maken, maar we zijn al wel echt op de goede weg. Dus ik denk nog 2, misschien 3 online lessen en dan hebben wij hem al af. Veel oefenplezier!